Meneer Ilias van Voetbal Vlaanderen, u bent hier te gast in Kortenaken, een praatcafé, zo noemen we het. Wat stelt dit voor of wat moet dit voorstellen? Het praatcafé of het coachcafé, zoals we het zelf hebben genoemd, is eigenlijk een nieuwe opportuniteit dat we willen creëren samen met Voetbalcoaches Vlaanderen. Dus dat is onze trainersvereniging officieel. We hebben eigenlijk gezien dat wij heel veel officiële zaken qua bijscholingen, opleidingen en dergelijke organiseren. Dat is altijd in een officieel kader met opdrachten, et cetera, tijdens de opleidingen of op bijscholingen die heel formeel zijn. We wilden eigenlijk een beetje het informele proberen te brengen naar de trainers of naar alle medewerkers of actoren binnen het voetbal. En dan daar eigenlijk een praatcafé om eigenlijk mensen gewoon samen te brengen. En ervoor te zorgen dat ze eigenlijk gewoon kunnen uitwisselen met elkaar nadien we een netwerkmoment met een presentatie van een gastspreker voordien. Dat is eigenlijk een beetje het doel. En vandaag beginnen we voor de eerste keer met ons pilootproject hier in Kortenaken. Met al het idee om vanaf het voorjaar 2024 een beetje uit te breiden naar de andere provincies. Je hebt ook persoonlijke ambitie, want je bent ook trainer van RWDM, dacht ik, en van de nationale ploeg. Vertel daar iets meer over. Ja, dus naast Voetbal Vlaanderen als voltijdse job voor het departement opleidingen, ben ik ook daarnaast nog hoofdtrainer van de onder 18 op elite niveau in RWDM. Dus dat is vooral postformatie en dan bij de nationale jeugdploegen als assistenttrainer van de onder 15. Hoe is het gesteld met het Belgisch voetbal? Zeer goed. Ik denk dat we nog heel veel talent hebben die aankomt. Zeker en vast. Hoe is het gesteld bij RWDM? Het is niet altijd evident werk, ik zal het zo zeggen. Ik denk dat dat op elk niveau eigenlijk een beetje hetzelfde is. Elke club heeft wel zijn probleempjes of zijn moeilijkheden om waar ze over moeten geraken. En dat is eigenlijk op het hoogste niveau ook niet anders. Terugkomend naar Voetbal Vlaanderen. Is het alleen voor Vlaanderen? Het heeft niks te maken met Brussel naar Wallonië bijvoorbeeld? Nee, ja, het is officieel voor Voetbal Vlaanderen. Dus het idee is inderdaad echt binnen Vlaanderen echt te blijven, binnen die provincies ook. Betekent zeker niet dat mensen van Wallonië of Brussel niet welkom zijn. Iedereen is natuurlijk welkom. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen samen te brengen. En wie weet, misschien als dat hier heel goed draait en begint te draaien, kunnen we dan misschien ook samen met ACFF en KBVB, kunnen we dat misschien wel doortrekken over heel België. Zijn er bepaalde andere datums al bekend, plaatsen? Op dit moment nog niet. Daar zijn we samen met VCV ook naar aan het kijken, naar de verschillende locaties. We hebben al een paar clubs, een 10 à 15 clubs, die zich zeker al hebben kandidaat gesteld om dit te organiseren. En dus nu gaan we kijken naar de verschillende provincies waar dat we het nog zouden willen organiseren en met welke gastsprekers, et cetera, om dat in het voorjaar nog zeker 3 à 4 keer te organiseren. Jullie hebben waarschijnlijk een webpagina, een Facebookpagina, een Instagram. Waar kunnen we jullie vinden? Voetbal Vlaanderen kan je eigenlijk op alle sociale media terugvinden, hetzij via Facebook, Instagram, Snapchat, whatever, TikTok. We hebben echt van alles. En daar proberen we nu ook samen met VCV ook aan te werken, om ze nog meer naamsbekendheid te geven. Om ervoor te zorgen dat iedereen ook veel meer die naam begint te kennen en dat ze ook een beetje een gevestigde waarde worden voor alle trainers en alle actoren. We wensen jou veel succes. Dankjewel.